Meegenomen en heet Hartje Toon, die staan aan die kant. Die staan te wachten tot ze mogen. Ze hebben bijna vol spanning te springen. Nee, valt er mee, ons allemaal een beetje oud, dus dat kan niet. Nee, wij doen dat elk jaar. Elk jaar opnieuw, dan begeleiden wij koren. Dat vinden wij leuk dat we bij de tent zitten. Dus en dat is samen met Esther, en die zit hier nu. Dan, Esther. Wij vertellen aan het koor waar ze moeten zijn. We lopen dan met ze mee. En dan gaan we er gezellig bij staan als ze aan het zingen zijn. En als het dan weer tijd is om verder te gaan, dan nemen wij ze weer mee naar de volgende plek. Wij zijn er al nu, 5 keer geweest, geloof ik. Het is elke keer weer één groot feest. Echt goed georganiseerd. Dus dan kom je terug. Wat is er mooier dan zingen of dansen, meneer, in het leven? Omdat ik in het leven therapeut ben, dus daar ben ik alleen maar ziektes aan het behandelen. En hier kan ik mijn eigen heel, heel goed uitleven om te zingen en te dansen met de mensen. Met de lach en de traan. Nou, de tranentrekkers hangen er allemaal. Dit is een heel bijzonder schilderijke van ons thuis. Het is Mina Herman. We hebben Mina Herman gezien. Oh, zou het wat weer. Als mensen, als groep gezellig bij elkaar. En ja, hier in Graaf is natuurlijk helemaal fantastisch. Daar wil ieder koor wel bij zijn. Maar dit is de laatste keer. Dit beetje kijk u om de weer. Maar straks als het winter gaat, hoop ik dat je voor me staat. En dan zie ik jou niet meer staan en zeg. Ik zit er pas een paar maanden bij, dus ik ken de liedjes ook nog niet allemaal uit mijn hoofd. Maar waarom zit ik erbij? Om twee dingen. Punt 1 hou ik van zingen en punt 2 hou ik van gezelligheid. En die combinatie die vind ik bij dit koor, bij Losland, dat is echt geweldig. Dus daar ga ik niet meer weg. Ik moet nog wel even door de ballotagecommissie, maar ik maak me daar geen zorgen over. Het is een hele grote vriendengroep. En dat is het leuke van een mannenkoor. Een mannenkoor kunnen met elkaar alleen zijn. Dan zeggen ze allemaal iets wat niet mag. En dan even later gaan ze samen een pilsje drinken. We hebben niet over een paar weken dat we nog op nakomen van... Weet je nog van toen dat je... Nee, dat doen we niet, hè. Dus... Oh.
drip schuim bier. Ging niet naar Hawaii, daarom blijf ik hier. Daarom blijf ik hier. Wij willen iets meer dan de meeste koren. De meeste koren zingen één stem of twee stemmen. En wij doen drie stemmen. Het is wel zo dat doordat je, als je smartlappen zingt, heel veel liedjes gaan natuurlijk echt over het lezen. Dus als je dan een liedje zingt, waar je hebt net iets meegemaakt, ja, dan kan het je raken, weet je wel. En dat voel je ook om elkaar. Dan beschrijft diegene ook even een schouder om zich heen, of een arm om schouder van kop, ik snap het. Maar doordat je het kan zingen, kan je ook daar je verdieping kwijt. Oh, even bellen, eventje samen. Dat is gedeelde smart, maar dat is het ook echt. We delen echt alles. Als er in een ziekte of agenda, dan staan ze voor elkaar klaar. Of zelfs als iemand uit scheiden en ze hebben geen huis, komen bij mij wonen. Als er iemand hulp nodig heeft, dan zijn we er voor elkaar. En ook bij een blije gebeurtenis en feestjes hè, met elkaar. Ze kondigen zichzelf aan, maar een daverend applaus voor deze gasten. Wow.